We hebben het een en ander kunnen doen ten aanzien van de wetenschappelijke geschiedschrijving. Maar we zijn nog niet waar we moeten zijn. Woorden van Erik Jagdeel, secretaris van de faculteit der Humanoria. Gisteren bij de openingscollege van de master geschiedenisopleiding aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS. Jagdeel wees erop dat het doel van deze masteropleiding is om de volgende generatie historici op te leiden die vooral meer gaan schrijven. De faculteit zal de ondersteuning van deze historici na hun afstuderen hard nodig hebben. In de overgangsperiode ga ik ondersteuning nodig hebben. Ik moet gelukkig zeggen, die ondersteuning zal komen niet van mannelijke afgestudeerden, maar vrouwelijke afgestudeerden. Want alle studenten van deze masteropleiding zijn vrouwen. 18 vrouwen hebben zich ingeschreven. 6 afgestudeerden van onze eigen bacheloropleiding. En 12 van MOB-opleidingen van het IOL. Richtingscoördinator geschiedenis Jeroen Egger hoopt dat deze studenten na hun afstuderen een bijdrage zullen leveren in het schrijven van onze geschiedenis. Hij is ervan overtuigd dat daadwerkelijk onze geschiedenis zal worden beschreven. Omdat in de groep van studenten er verschillende mensen zijn die al wat ervaring hebben met schrijven. En sommigen hebben zelfs al boeken gepubliceerd. Dus de hoop is inderdaad erop gevestigd dat in deze cohort studenten, laten we zeggen het volume voor wat betreft de verschillende aspecten van de Surinaamse geschiedenis, dat zal groeien. Begin april 2025 wordt verwacht dat deze groep studenten hun masterthesis gaan verdedigen. Deze mastergeschiedenisopleiding is de tweede incidentele master op ADECUS. De eerste viel in 2012 onder het IGSR, maar deze tweede is onderdeel van de faculteit der Humanoria.